Nou, we zijn natuurlijk allemaal online aan het lesgeven. En ben je fysiek in de klas, dan doe je ook niet alleen taal, rekenen, spelling, de reguliere vakken die iedereen kent. Maar probeer je ook het onderwijs op een andere manier aan te bieden. En nu zijn we online en dan proberen we ook zoveel mogelijk buiten de reguliere lessen leuke lessen aan te bieden. En dit vonden een collega en ik een hele leuke manier om ook te leren. Het is de bedoeling dat de kinderen op de fiets, skates, step, skateboard of lopend alle hotspots van het dorp langs gaan. We beginnen de tour dus Schavenzanden bij de redactie van de WOS. Ja, maar we hebben 25 hotspots uit Schavenzanden gevonden en die hebben we op een lijst gezet. En we hebben aan de kinderen gevraagd en hun ouders, ga die 25 hotspots zoeken, maak daar een selfie als bewijs. Maak daar van die 25 foto's één collage en lever die in Schavenzanden bij de driekleur in de brievenbus. En de leukste collages met de gekste foto's, en in ieder geval alle 25, die kunnen een prijs winnen. We vervolgen ons tocht naar basisschool De Driekleur. En als de selfie is gemaakt, gaan we richting het schoenmakershuisje. Als het even kan, dan ga ik ervoor, maak een selfie. Ook de dorpspomp kan niet aan het lijstje ontbreken en we eindigen de tocht bij het oude gemeentehuis. Ik vind het leuk omdat je verschillende plekken die je nog niet hebt gezien ziet. Bijvoorbeeld de Wilhelmina. Ik vind alle plekken wel heel leuk. Ja? Maar echt het leukste vind ik FC Schavenzanden.